Een Antwerpse mama en haar drie kinderen hadden naar eigen zeggen zoveel last van het fijn stof in de stad dat ze sinds kort enkel nog rondfietsen met speciale stofmaskers. Dat zijn maskers met filters die roet en fijn stof, hoofdzakelijk afkomstig van het autoverkeer, tegenhouden. Sinds wij in Antwerpen zijn komen wonen, zijn wij zeer frequent ziek geworden. En vooral keelontstekingen, bronchitis, angina's enzovoort. Telkens wanneer wij inderdaad een activiteit buiten huis deden, vooral sport of fietsen, en vermits dat fietsen dat niet meer mogelijk was, hebben wij ons dan met de auto verplaatst en waren die symptomen eigenlijk zo goed als verdwenen. Maar vermits dat ik toch zeer graag terug op de fiets zou zitten, ben ik op zoek gegaan naar alternatieven. En de huisarts had wel degelijk de connectie gelegd tussen de kwalen en, of die wij en, ondergingen en, de, en het fijn stofgehalte. De filters die in de maskers zitten zullen later worden ontleed door wetenschappers. Die gaan dan onderzoeken wat de mama en de kinderen zouden ingeademd hebben en wat daarvan de medische gevolgen zouden geweest zijn.